Hey, kijkers, stop dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Een onverwachte video, want ik zou eigenlijk helemaal niet gaan uploaden vandaag. Maar er is ook wat onverwachts gebeurd. Het gaat namelijk eigenlijk nu om alle series die zo'n beetje draaien op het moment. Ik heb er al wat over laten doorschemeren in voorgaande video's. Ik heb een PS5 op pre-order. Daar heb ik het over gehad in een Coach Robbe video in een uh, stream. Maar niet iedereen heeft dat waarschijnlijk gezien. Ik hoop nu wat meer dat mensen dit zien. Maar er is dat een PS5 op pre-order. En wanneer ik die PS5 krijg, dan haal ik de stekker uit alle PlayStation 4 series. Dus de Ajax Career Mode, de, de Coach Robbe gaat al stoppen. Daar heb ik een polletje van gemaakt. De meeste stemmen. Toen ik voor het laatst checkte, zeiden start maar een nieuwe carrière in plaats van coach Robben, want dit krijg je nooit op tijd af. Prima. Uh, Spelen, uh, is ook Playstation 4, hè? een beetje alles wat nu draait. Jullie snappen dat punt. Ik kan de Playstation 5 vandaag ophalen. Ik ben gisteren gebeld, ik ben hyped as fuck, want ik heb wel echt gewoon zin in een nieuwe console en zin in next gen content knallen. Uh, ja, het ding is toch dat ik dan wel zit met die series, Kijk, coach Rob is niet het grootste probleem. Die gingen we sowieso vervangen als die poll nog steeds uh, de meeste stemmen heeft voor uh, Doe iets anders. Ik laat al uh, resultaat screenshotjes zien. Uh, spelencarrière, maar het is niet het grootste probleem. Die kan ik nog opnieuw doen. We hebben pas één vriendschappelijke wedstrijd gedaan. We zitten nog in het begin van het seizoen. Dus dan kan ik gewoon even in mijn eigen tijd inhalen en dan gaat spelers carrière gewoon in principe op dezelfde voet verder als dat we deden. Dus dat is ook niet zo'n probleem. Enige waar ik mee zit Ajax carrière natuurlijk. We zijn nu bijna aan het einde van het seizoen 2 en ik blijf het zeggen. Ik ga geen PlayStation 4 versie van FIFA spelen op de PlayStation 5 puur. ...alleen voor de AJAX Career Mode. Dus sommige mensen zeiden... ...je kan de save files overzetten... ...van de 4 naar de 5. Klopt ook. Je kan je Career Mode save overzetten. Maar... ...dan moet je ook de PlayStation 4 versie... ...van de game op de PlayStation 5 spelen. Dan werkt die Career Mode save. De Career Mode save files... ...van de PlayStation 4... ...werken niet op de PlayStation 5 versie... ...van FIFA 21. Um, wat je wel meeneemt aan voortgang zijn Voltaan Ultimate Team. Zoek maar op Google, uh, dan vind je het uit uh, de PlayStation 4 carrière mode saves. werken niet op de PlayStation 5 versie van de game. Dus. beetje zuur. En ik weet dus niet echt wat ik met Ajax carrière mode ga doen nu. <coughs> ik, ik heb gewoon niet de behoefte om en de PlayStation 4 versie te gaan spelen. en de PlayStation 5 versie. Puur en alleen om Ajax carrière. Vind ik een beetje dubbel op. Uh, om daarvoor de PlayStation 4 versie te gaan spelen. Uh, en nee, ik wil gewoon de PlayStation 5 versie gaan spelen. Mooier, nieuwer, is voor iedereen leuker. En nou helemaal voor mij. Ik bedoel, een verhaal ik persoonlijk die next gen console in huis. Dus dat is een beetje het ding. Uh, wat ik ook wil melden is, ik ga hem vandaag dus ophalen. Het is nu gewoon donderdag. Ik moet zo gaan. Uh, het is bij Mediamarkt. En is afhalen en daarvoor wordt het je nu een beetje ingepland, zeg maar. In blokken van half uur doen ze een aantal mensen, geloof ik. Ik weet nog niet precies hoe het helemaal gaat. En ik kan tussen half drie en drie uur terecht bij, uh, bij Media Markt. Dus, uh, dan wanneer ik thuis kom, is het natuurlijk dat ding aansluiten. Updaten, games downloaden, noem maar op. Dus morgen zal er nog even geen video zijn dan. Geen gameplay video van, wat staat er morgen op het programma joh. Oh ja, de vervanger van coach Robben. Vanwege, vanwege de pool, natuurlijk. Dat uh, een nieuwe serie zou starten. Maar dat ga ik nooit redden, denk ik. Want vanavond is er ook nog voetbal op tv. wil ik ook gewoon kijken. Um, dus het is een krap dagje. Een krap dagje. Dus morgen, verwacht morgen geen video. Weekend zou dus normaal gesproken Ajax-carrière komen. Uh, maar ik weet niet wat er nou online gaat komen. Uh, dat weet ik echt niet. Maar ik heb wel zin in. Uh, in de next gen content... Laat me weten... Wat willen jullie dat ik doe met Ajax... Um, moet ik gewoon stoppen... En iets anders gaan doen... Moet ik een, een nieuwe Ajax carrière maar Op de Playstation 5 starten... Dat is misschien een optie... Of... Uh, ja... Laat de opties weten... Wat jullie zouden willen... Dan ga ik er naar kijken... Maar ik kom niet aanzetten met... Yo ga gewoon met de Playstation 4... 7 of al verder... Want dat ga ik gewoon absoluut niet doen... Niet wanneer ik de 5 heb... Dat vind ik zo'n tijdverspilling... Uh, dan had ik de vijf net zo goed niet kunnen halen, snap je? Dus dat gaan we gewoon niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Dus ga dat niet eens proberen achter te laten. Dat ga ik je gewoon negeren. Sorry, klinkt misschien lullig. Maar uh, ik kijk ook naar waar ik in investeer. Uh, en dan ga ik ook gewoon van die machine gebruik maken. Zoals je er gebruik van zou moeten maken. Ik ben in ieder geval wel hyped. Ik, uh, ik ga zo lekker naar het station station dieren. Reisje maken naar Arnhem. En dan uh, en dan weer terug. Met een nieuwe console. Anyway, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Next gen content komt eraan, boys. Snel, snel. Ik verwacht uh, weekend de eerste video. Morgen, dus niks, omdat ik alles uh, ja, installeren, updaten, downloaden. Noem de hele munk maar op. Daar gaat ook wel weer wat tijd in zitten. En uh, ja, ik heb ook nog een normaal leven dat ik vanavond wel even voetbal wil kijken. Hè? Dus ja, uh, yeah. weekend gaan we weer video's knallen. Uh, misschien ga ik even een nieuw schemaatje in elkaar zetten. In verband met uh, dat alles opnieuw gaat beginnen. En dan uh, check ik jullie gauw weer. Laat een like achter als je zin hebt in de komende content. In de next-gen content. En uh, ik zeg bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle support. En ik zie jullie gauw weer. Tot dan. Later.